Dit is Danny hier en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. En dat gaat over hoeveel eiwitten moet ik binnenkrijgen per dag tijdens een dieet. Want eiwitten zijn goed voor spieropbouw, voor spier te beschermen tijdens een dieet. Maar hoeveel moet je nou precies binnenkrijgen? Nou, wetenschappelijk gezien is 1,6 tot 1,8 gram per kilo die je weegt, is voldoende om op onderhoud of om spiermassa op te bouwen. En dus stel je voor je bent in de bulk, jij hebt veel meer calorieën nodig dan je lichaam nodig heeft om aan te komen, dan raad ik je aan om een beetje meer aan de lage kant te zitten. Dus 1,8 is wel voldoende om op te bouwen. Maar stel je voor dat jij op dieet gaat, moet je dan meer eiwitten binnenkrijgen of juist minder? Nou, wat ik je aanraad is om veel meer eiwitten binnen te krijgen. Dus echt wel 2 gram tot 2,2 gram per lichaamsgewicht. Dus stel je voor je weegt 100 kilo en je doet dit keer 2, dan wil je 200 gram eiwitten per dag wel binnenkrijgen. Nou, waarom wil je dit dan doen? Je wil juist je spiermassa wil je beschermen. En we willen juist allemaal vet verliezen en geen spiermassa. Dus door krachttraining te doen en je eiwitten hoog te houden, voorkom je gewoon dat jouw spiermassa verloren gaat. Want ja, we willen allemaal beter uitzien natuurlijk. Want als je je eiwitten niet bij gaat houden en je gaat minder calorieën eten, dan kom je er gewoon veel anders uit te zien. En dat willen we natuurlijk niet. We willen juist optimaal resultaat behalen. Dus ik raad je dit aan te doen. Dat is 2 tot 2 gram. Dan denk je van, hey, 2,2 dat is best wel veel. En dat klopt, het is best wel veel. Het is niet per se nodig om dit te doen. Maar waarom ik meer naar die hoge kant neig, is omdat eiwitten meer verzadigd gevoel geven. Eiwitten vullen juist meer. En de kans is gewoon kleiner dat jij gewoon minder gaat snoepen of minder trek hebt in andere dingen. Verzadiging en volhouden is ja, waar het om draait. In die negatieve energiebalans. Want anders zal je nog nooit resultaat boeken. Dus je wil gewoon een dieet op lange termijn volhouden. En door je eiwitten hoger te doen, Kan het dus zijn dat jij het dus makkelijker vol kunt houden. Oké, maar nu denk je van, ja Danny, hallo, ik ben 150 kilo. En wat als ik nou dit keer 2 doe, dat ik 300 gram eiwitten op een dag binnen wil krijgen, dan haal ik toch nooit. Dat klopt, dat is best wel veel. Wat ik dan kan doen, wat ik je aanraad, is om je vetvrije massa, dus je spiermassa, wil je dan keer 2 doen. Dus stel je voor dat jij een vetpercentage hebt van 50%, ik noem maar wat. Dus dan wil je de helft daarvan, dus 75 kilo, wil je wel keer 2 doen. Dus 150 gram. Dus daar wil je wel van uitgaan. Want als je 300 gram eiwit op een dag moet, dat is, even kijken, het is 1200 calorieën. En stel je voor dat jij op een dieet van 1600 calorieën, ja, dan kan je bijna niks anders eten dan alleen maar eiwitten. Dat is niet vol te houden. En ja, dat is natuurlijk niet mogelijk voor iedereen. Oké. Hey, ik hoop dat jullie wat in deze video hebben gehad. En als je vragen hebt hierover, stuur me gerust even een berichtje. En daar probeer ik gewoon op te beantwoorden. Ik lees gewoon alles. En als je me hulp nodig hebt, stuur me gerust een berichtje ook. En dan probeer ik je te helpen. Of dan ga ik kijken als ik jou kan helpen. Yes, en ik zie je in de volgende video.